De verkeerde kant voor de bovenbouw van het schoolplein, de achterkant, maar dat moet nog gebeuren. Ik wil graag de leerlingen van groep 8 bij mij. Zou dat kunnen? Kom eens. Satie, Bobby, boys and girls. Leerlingen van groep 8. Ik wil graag de jongens aan de rechterkant van de deur een rijtje aan deze kant, of de meiden aan de andere. Jongens en meiden van groep 7, ik wil graag bij mij. Jongens en meiden van groep 7. De boys en girls van groep 7, waar zijn ze? Zijn er niet zoveel? Ja, kom eruit. De jongens van groep 7, hier aan deze kant. Kom maar, aansluiten. De meiden van groep 7, daar aan die kant. Aansluiten. En dan boven hier de kant. En dan staat groep 3 erop. Houdt hier op. Tineke, mag ik van jou één leerling vracht dragen? Jolien. Jolien. Mag ik van jou één leerling vracht dragen? Boven de kant in de Tineke. Christelijke basisschool, de Zevensprong geïntroduceerd. Maar vandaag is het een feit. 55 jaar is hier onderwijs gegeven aan de L.J. Kosterstraat. En vandaag, 28 februari, gaat er straks onderwijs gegeven worden in de Zevensprong aan de burgemeester Snatelaan. Namens het bestuur van de vereniging Christelijk Onderwijs Oost-Groningen een paar zinnen.
juf De Janne, de directeur, die zei, het moet heel kort wat je zegt. En daar hou ik mij natuurlijk aan. Ja. Jongens en meisjes, kijk nog een keer heel goed naar dit gebouw, zou ik zeggen. Kijk nog een keer heel goed, want het is de laatste keer dat je hierin bent geweest. Collega's, kijk ook nog een keer heel goed naar dit gebouw. Hey mama. Want ook voor jullie is het de laatste keer. Ouders en belangstellenden en alle anderen, volgens mij is het goed om zo spoedig mogelijk naar dat nieuwe gebouw te gaan. Nou, dankjewel. Het is hartstikke koud. Het liefst ga ik even zo staan springen, net als jullie, denk ik. Maar het is wel een hele bijzondere dag vandaag, hè? Jullie nemen afscheid van je oude school. We gaan wel naar een hele mooie nieuwe school. Ook prachtig, hoor. Ja, dat weet ik ook. Dit is dus slot. Zullen we afspreken? Dat jullie gewoon met mijn mee lopen. Ga even naar het beeld, hoor. Ja. Ja. Dit is... Ik heb alles met mijn hoofd mee aan te liggen. Hallo. Hartstikke fijn dat jullie allemaal met ons mee zijn gelopen. Want het was best wel een beetje koud buiten. Maar als je het hier voelt, lekker warm hè. Ja. Er werd mij hier al de vraag gesteld, juf, hebben we ook vloerverwarming? Ja, de vloer is lekker warm. De vloer is lekker warm. Juf zal even vertellen waar je straks naartoe mag. Groep 1 en 2, die mogen daar helemaal aan het begin. Met het kinderspeelgoed, het speelhuis en bij de winkel. Die mogen daar straks naartoe met de juf. En dan heb je daarnaast ook hele mooie gele toiletten. En daar mogen jullie dan naartoe. Deze sneeuw donker. Dat is even open. Dan mogen groep 6 en 7 met juf Miranda en juf Ria. En die mogen ook gebruik maken van de gele toilet. Oh. Naast groep 1 en 2, dan komt groep 3 en 4 met meester Thierry. Mag ik dat nog eens? Dat tegen open. Daar mag groep 8 naartoe.
En af en toe zit groep 7 daar natuurlijk ook. En hier, daar mag groep 5. En die mogen gebruik maken van de rode toilet.